Welkom bij weer een nieuwe tutorial. In deze tutorial gaan we je laten zien hoe je met de Builder Gels een nagel kunt maken. Vandaag werk ik met de Fiber Gel Cover. En die Fiber Gel die is heel erg prettig om mee te werken, want door de kleine fiberdeeltjes is hij heel erg stevig. Dus je hebt niet zo'n grote kans dat hij snel uitloopt in de nagelriemen. Allereerst begin ik met het kortvijlen van de nagel, voordat we de nagel gaan verlengen. Zodat uiteindelijk het schabloon goed aansluit. Uiteraard gaan we ervan uit dat de nagelriemen netjes zijn voorbereid. En we verwijderen de glans van de natuurlijke nagel voorzichtig. Zodat het product zo meteen goed kan hechten op de natuurlijke nagel zonder lifting. Met de stofborstel verwijder ik het stof van de nagelplaat. En een wipe met Magic Prep. Daarmee dehydrateer ik de natuurlijke nagelplaat, zodat zometeen het product goed hecht. Na het schoonmaken met de Magic Prep gebruik ik de Rubber Base Coat. De Rubber Base is een primer en een base coat in één. Dus je hebt geen bonden of primer meer nodig voordat je de base aanbrengt. Als base coat gebruik ik een hele dunne laag, maar met de rubberbase kun je nog veel en veel meer. Ben je nou nieuwsgierig wat je met dat product kunt? Kijk dan een van onze andere tutorials. En die hard ik 30 seconden uit in de lamp. Na het uitharden van de rubberbase coat is je nagel goed voorbereid en dan heb je ook echt de allerbeste hechting. Dus hoef je niet bang te zijn dat het product ooit gaat liften. Het schabloon wat ik gebruik is het gewone schabloon. Let erop dat je wel dun werkt, zodat de cover niet nat blijft, omdat dit geen doorzichtig schabloon is. Je kunt ook werken met het gel schabloon en net wat je zelf fijn vindt. Nou, allereerst zorg ik ervoor dat ik het schabloon recht ga plaatsen. Nou, zoals ik zie past hij nog net niet fijn in de hoeken, dus ik ga hem iets ronder knippen, zodat hij mooi aansluit. Zo, past hij perfect. Dan ga ik alleen nog eventjes hier zo bij knippen, zodat hij zometeen ook een mooie C-curve heeft. Door de makkelijke kniplijntjes kun je die heel gemakkelijk bijknippen tot het perfect past. Nou, zorg ervoor dat het schabloon goed aansluit en dat hij niet te ver naar beneden staat, dus dat hij recht mooi vooruit loopt. Zoals je ziet heeft de fiber een hele mooie naturel kleur. Ik vind het fijn om hier de verlenging mee te maken, omdat je dan ook meteen een mooie dekkende nagel hebt. En als je met clear werkt, dan heb je altijd nog dat de vrije rand doorschijnend blijft. Dus dat je dan meer moeite moet doen om met je gel polish hem dekkend te krijgen. Het penseel wat ik gebruik is de Oval 8. Deze vind ik het fijnst om de gel aan te brengen. Werk je liever met een kleiner penseel, zoals de Oval 6 of de 4. Dat kan natuurlijk ook, maar dat is heel persoonlijk. Ik vind deze heel fijn en door het stevige puntje kun je ook gemakkelijk strak werken. Ik pak een kleine hoeveelheid uit de pot. Breng ik aan op de nagel en daarmee met een draaiende beweging maak ik de verlenging.
trek hem iets over de natuurlijke nagel heen, zodat dit als het ware je tip wordt. En die harden we uit in de lamp. Na het uitharden van de eerste laag breng ik de tweede laag aan en daarmee vul ik de nagel verder op en zorg ik voor de bolling. Ik pak nu ook weer een bol product. En met zwevende bewegingen en een beetje draaiende bewegingen verdeel ik die naar de nagelriemen, naar de zijwallen. En zorg ik dat ik er net niet tegenaan zit. En trek ik hem er uiteindelijk overheen. Indien nodig kun je de hand nog eventjes omdraaien. Zo zorg je ervoor dat de apex meer in het binnenkomt, zodat je meteen een goede bolling hebt. En dan draaien we de hand weer terug. Nou. En dan mag die in de lamp. Uiteindelijk harden we deze minuten uit in de ledlamp of 2 minuutjes in de UV-lamp. Maar als je heen en weer werkt, vaak doe ik dan 1 nagel aan de ene kant, dan een nagel aan de andere kant. Dus terwijl ik de ene aanbreng, zit de andere in de lamp. Dus zo kun je heen en weer switchen en hoef je niet te wachten tot de nagel is uitgehard. Na het uitharden is de nagel al helemaal klaar. Dus zoals je ziet is die helemaal volledig uitgehard. Kun je het schabloon verwijderen en kunnen we hem gaan navijlen. Voor de zekerheid houden we hem nog even van de onderkant uit. Wanneer je nou bijvoorbeeld met wit werkt, raad ik altijd wel aan om de gel schablonen te nemen, want die zijn transparant. En dan hard de gel van de onderkant ook sowieso meteen al uit. Maar deze schablonen zijn voor acryl en standaard gels. Het voordeel van de kartonnen schablonen vind ik dat die wat steviger zijn. Dus die kun je makkelijker in model maken. En die sluit vaak ook makkelijker aan. Na het uitharden gebruik ik weer de Magic Prep om de plaklaag te verwijderen. Uiteraard kan dat ook met een cleanser, maar ik vind zelf altijd prettig om met de prep te werken. Zo heb je eigenlijk maar 1 vloeistof nodig op je tafel en daarmee kun je vooraf de nagels voorbereiden en de plaklaag verwijderen, stof verwijderen, zonder dat je al te veel vloeistof op tafel hoeft te zetten. Na het verwijderen van de plaklaag is hij klaar om te veilen. Eerst veil ik de vrije rand tot het gewenste model. Zo heb ik hem in de juiste vorm. Dan veil ik de lower arch tot de juiste hoogte. Dus zorg ervoor dat hij mooi aansluit met de zijwallen. En dan beginnen we met het veilen van de vorm. Nou, zoals je ziet velt het heel gemakkelijk. De gel kun je natuurlijk al heel strak aanbrengen, zodat je bijna niet hoeft te veilen. Maar ja, veilen met een nieuwe set, daar ontkom je bijna niet aan. Maar het is een zacht product om te veilen, dus je kunt met een 150 grit vel heel gemakkelijk de nagel naveilen. Eventueel als het nodig is, kun je nog opnieuw de vorm een beetje bijwerken. Na het veilen verwijder ik met de stofborstel het stof. En dan is je nagel klaar om afgelakt te worden met een kleurtje of met een topcoat, wat je dan ook maar wil. Ik heb hem nu nageveld met een 150 grit vel. Dat is perfect voor als je hem wil aflakken met een gel polish. Zodat de nagel niet glad is en de gel polish dus niet chipt. Maar wil je nou zo'n mooie naturel nagel houden, dan raad ik aan om hem altijd eventjes na te veilen met een buffer.
Ik gebruik zelf een 180-240 buffer. Daarmee veil ik de nagel na. En daarmee haal je dus de velkrasjes weg. Als je namelijk meteen topcoat erop doet, dan is het wel zo mooi dat die nagel helemaal mooi egaal is. En zoals je ziet ben ik nu de eerste velkras al helemaal kwijt. Na het bufferen gebruik ik weer de Magic Prep. Dus die vloeistof komt altijd weer terug. En zoals je ziet maak ik daar de nagel heel mooi mee schoon. Haal ik alle stofdeeltjes weg. Want we willen natuurlijk niet dat die topcoat straks oneffen is. Voor het aflakken van de nagel gebruik ik de NEXT Stop Gel. Deze topcoat vind ik heel erg fijn voor lichte kleuren, want hij stoot vuil af. Dus dit is een mooie nieuwe tint. En als je hier dus nu een NEXT topcoat opzet, dan zorgt hij ervoor dat hij geen vuil aanneemt. Dus heeft iemand een nieuwe jeans of gebruikt ze zilver shampoo, dan hou je hem mooi licht. En dat geldt natuurlijk ook voor wit. Kijk altijd in het schijn van het licht of de topcoat mooi egaal hebt aangebracht. En dan houden we hem uit. De NEXT Stop die doe ik ook 60 seconden in de lamp. En na het uitharden is die al helemaal droog, dus je hoeft hem niet te cleansen. Na het uitharden van de topcoat is mijn nagel klaar. Nou, zoals je ziet heb je gewoon een hele mooie natuurlijke bolling. Een apex en een rechte lower arch. Dus de nagel is gewoon sterk. Deze nagel kun je echt zeker 3 tot 4, 5 weken mooi laten zitten bij de klant. En de fiber gel kun je ook eventueel een versteviging mee maken op de natuurlijke nagel. Dus voor iemand die geen verlenging wil kan dat ook. Dus, kortom, builder gels, fiber gels. Je kunt dus heel veel kanten mee op. Je kunt natuurlijk ook babyboom maken. Je kunt ook ze gebruiken voor inlays, French. Nou, alle mogelijke opties die je maar kunt bedenken. Bedankt voor het kijken naar deze tutorial. Laat het vooral weten als je vragen hebt. En dan kunnen we je erbij verder helpen. Veel succes!